Naast een verzekeringsstelling is meneer Moenes onwel geworden. Hij is toen gebracht naar het ziekenhuis. Ik meen dat het eerst een kliniek was en daarna naar het ziekenhuis ter behandeling. Dus meneer Moenes zit op dit moment in het ziekenhuis van Wageningen. Uiteraard onder toezicht van de politie, hè? Onder bewaking van de politie. Maar wat is er precies met uw cliënt gebeurd dat hij moest worden opgenomen? Meneer Moenes heeft al geruime tijd last van hoge bloedsuikerspiegel en ook hoge bloeddruk. Dus meneer Moenes is met andere woorden diabetes en hij is bloeddrukpatiënt. En heeft u inmiddels als advocaat kunnen vernemen van de politie welke uitspraken van hem hebben gemaakt dat er een aangifte of twee aangiftes tegen hem zijn gedaan? Hij heeft een verzekering gesteld op grond van verdenking, op grond van wat men redelijke vermoeden noemt, dat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan een aantal strafbare feiten. Het komt meer neer op belediging, maar het allerbelangrijkste, en dat is kennelijk doorslaggevend geweest voor zijn verzekeringsstelling, is dat ze, dus de politie, meneer Moenes verdenkt van ja, wat we in het volksmond opruiming noemen. En wat denkt u als advocaat daarover? Dus ik ben bezig met personen te praten die meer informatie aan mij kunnen verschaffen. Want met meneer Moenes kan ik niet praten vanwege zei dat hij in de keer is opgesloten, althans op Wageningen. En ik heb in Paramaribo ben. Dus de bedoeling is wel dat ik op een gegeven moment naar hem toe zal rijden. Maar vooralsnog weet ik niet wat zijn kant van het verhaal is. We zijn dat een beetje aan het uitvissen door zeg maar met mensen die om hem heen waren te praten. Het lukt ons wel aardig. Ik denk dat ik met die informatie wel naar de rechtercommissaris kan stappen. Komt erop neer dat ja, vooral die opruiming helemaal in zijn nadeel werkt. En, want voor de overige artikelen, en dat is heel opmerkelijk, voor de overige strafwetartikelen, ja, daar staat er geen inverzekeringsstelling op. Dus als het enkel en alleen ging om die belediging, zou de politie hem daarvoor niet in verzekering mogen stellen. Kijk, voor die opruiming kan je wel in verzekering worden gesteld. Begreep je? Ja. Voor de overige niet. En men heeft, zo interpreteren wij het, gewicht aan die zaak willen geven om door die opruiming erbij te zetten. Ik zou bijna willen zeggen dat men een stok heeft gevonden om Moenes mee te slaan. Want het ging om dat incident van Groot-Henaar, waar die paddyboeren op straat zijn gekomen om hun misnoegen te uiten over de prijs van paddy. En dat meneer Moenes, en dat zeggen ze met zoveel woorden, dat meneer Moenes daar is geweest om zijn werk als journalist te doen. Hij is daar geweest om verslag te doen. En dat ziet men als opruiming. Ja, dus dat probeer ik eigenlijk te achterhalen. Wat heeft meneer Moenes precies gedaan dat men zegt, dit is opruiming? Dat kan ik op dit moment niet zeggen hoor. Want dat strafdossier is nog niet ter beschikking. Ik denk niet dat strafdossier al af is. Of af zal zijn op vandaag of morgen. Het zal enig tijd duren. Wanneer dat strafdossier bij mij is, kan ik beter begrijpen waarom die noodzaak er was om meneer Moenes van zijn vrijheid te beroven. Wat we erg vinden is dat bij elke beslissing er een goede afweging genomen moet worden, gemaakt moet worden. De gezondheidstoestand, daarmee was de politie ook bekend, de gezondheidstoestand van meneer Moenes. En ik denk dat dat ook doorgespeeld moest worden aan de officier met wie men overleg had. Ik vermoed dat dat kennelijk niet is gebeurd. Met als gevolg dat de officier dan toestemming gaf om meneer Moenes in de verzekering te stellen. Maar vaak genoeg is het zo dat het Openbaar Ministerie wel degelijk rekening daarmee houdt. We vonden het vreemd toen we hoorden dat hij toch in verzekering is gesteld. Want de detentie van een verdachte is geen verplichting hoor. Pas als het hoogst noodzakelijk is, zou ja, een verdachte van zijn vrijheid moeten worden beroofd. Pas als het hoogst noodzakelijk is, anders niet. Nog een vraagje, wat nu? Hij is nu opgenomen vanwege zijn gezondheidstoestand. Hoe lang kan dit nog duren? We gaan alvast een 54a indienen. Ik denk dat het vandaag nog hooguit morgen zal plaatsvinden. We willen meneer Moenes vanwege zijn gezondheidstoestand, weet je, liever vandaag dan morgen uit het gevangen hebben. We hebben, althans de familie en ik denk meneer Moenes ook, zullen geen bezwaar hebben als de zaak, ja, als men vindt dat de zaak voortgezet moet worden. Maar daar zou hij
in vrijheid gesteld moeten worden, vind ik. De zaak kan gewoon doorgaan en dat onderzoek kan gewoon, zoals elk onderzoek, gewoon plaatsvinden. En hoe lang normaliter duurt zo'n... De volgende dag krijg je te weten van om hoe laat je cliënt wordt voorgeleid bij de rechtercommissaris.